Ik kan ook weer lekker afval rapen. De zwaarste dag tot nu toe. Ik heb al zo lang geen seks gehad. Wie en waarom en hoe? Ik ga de politie bellen. Hand. Een heerlijke rustdag in Bilbao. Loop ik nu weer langs het famous Guggenheim Museum. Waar ik gisteren ben geweest, was echt top. En vandaag loop ik naar Porto Gente. 12 kilometer op pad. Met dit in mijn achterhoofd, achternek, achterklapper. Kijk dan, wat lekker. Waar ik misschien al het meest blij mee ben, is deze nieuwe handschoenen. Van die extra stevige puntjes op. Bij mijn oude handschoen was ik gelijk al door dat vingertopje heen gebroken. Nu kan ik weer lekker afval raden. De route. Het is alleen maar plat, vlak, langs water. Het is zo saai. Het voelt echt als de zwaarste dag tot nu toe. We razen met auto's langs, lopen een snelweg. Alleen maar industrie, dus niks te zien, niks te doen. Gewoon geen zin in. Ik wil gewoon in de natuur lopen, man. Buiten, tussen het groen. Ik ben buiten, maar gewoon in de natuur. Ik loop nu dus al 2 uur langs dit industriële gebied. En ik vraag me af, hè. Wie is er op een dag wakker geworden en dacht, als ik later groot ben, dan droom ik ervan om elke dag in zo'n verlaten 4x4 industrieel goor gebied te gaan werken. Hands up, ik ben benieuwd wat je drijfveer is. I'm dirty, I know nothing to show. Ik ben hartstikke blij dat mensen hier werken, want er zijn zeker dingen die hier moeten gebeuren. Ik vraag me alleen af wie en waarom en hoe. Let freedom ring. 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 Deze deur hier, die zal ik niet snel vergeten. Ik ga jullie zo meteen het verhaal vertellen achter waarom. Want die scouts waar ik de laatste paar dagen mee opgetrokken ben. Ik heb deze gekregen van ze, omdat ik zo lekker met ze ga. Ze waren vanavond een opdracht aan het doen. Nou, ik zou willen dat ik dat had gedaan toen ik 18 was en niet alleen maar in de kroeg had gezeten en voetbal had geleeld. Een soort van cirkel van appreciation. Dus ze vertellen wat ze van diegene vonden, welke kwaliteiten ze hebben en wat ze waarderen. Fantastisch om te zien dat zij dit nu al doen. Genoeg over seks. We gaan het hebben over... Het verhaal achter deze deur. Toen ik aankwam, 6:04. Dit is een heel mooi mandje. Veel te lang. Moet korter. Om 6:00 alberg de sluit. Ik kreeg de deur niet open. Er werd niet open gedaan met de bel. Lang verhaal kort. Kwam binnen. Heel mooi mandje. Nog korter. Een man met een zunesnor. Te vloeken en te tieren. Het was al 6:00 geweest. Laat me gewoon naar mijn bed toe gaan. Wat een kutdag. Mandje van Tichelen. Nog korter. Kort. Van het een kwam het ander. Het werd hij nog kwaaier en nog kwaaier. En ik bleef lekker rustig, kalm. Zoals Derk Stijltje. En ik ging nergens heen. En er staat een of andere mafkees tegen me te schreeuwen. Nog korter. Kort. Mandje. Die vent met die snor, die werd zo kwaad. Ik ga de politie bellen en hij pakte mijn tas en die wilde niet naar buiten mieteren. Ik denk, oh, niks ervan. Hier mijn tas. Ik blijf gewoon hier staan en je zoekt er maar uit met je zooitje.
Nog korter, kort. Mand! Gelukkig kwam die manager uiteindelijk en echt 1 minuut later en die zuster de boel weer een beetje. En... Mand! Mand! Lang verhaal kort, helemaal kut. Dit is een heel mooi mandje. Mandje, mandje met van Tichelen. Mand, mand, mand. Gelukkig mag ik deze dag afsluiten met een dagsponsor die Saskia Wijsman heet. Een deken van liefde, zorgzame, warme gloed eroverheen legt. Gelukkig maar, want er was geen flikker aan. Dus ik ben blij dat Saskia de dagsponsor is. En natuurlijk wil ik al mijn kilometersponsors ook wederom bedanken. Morgen wordt weer een mooie dag, dus see you tomorrow. Genoeg over seks. We gaan het hebben over... Saskia, seks. Ik heb al zo lang geen seks gehad, ik kan niet eens meer uitspreken. Ze is sekscoach en als je nog iemand nodig hebt om je seksleven een beetje op te vijzelen, moet je bij Saskia zijn. Genoeg over seks.